15 keuzes en maar één spelregel. Je moet kiezen. Zonvakantie of stedentrip? Een stedentrip. Dag of nacht? Dag. Vlammende sessie in de raad of de wijken in? De wijken in. Journaal of krant? Het journaal. Ome Ko en tante Jannie of Henk en Ingrid? Ome Ko en tante Jannie. Op pad of op de bank? Op pad. Rabarber Bavarois of bledderdrooghouder? Oeh, bledderdrooghouder. Bentje of orkest? Nee, een orkest. Coalitie of oppositie? Coalitie. Burgt of Pieterskerk? Moeilijke vraag. De Burgt. Biertje of wijntje? Alle twee niet. Agenda of op de Bonnefoy? Op de Bonnefoy. Leiden, de stad van mijn hart, of La 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 Leiden? La 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 Leiden. Chic restaurant of prakje thuis? Oh, weer zo'n moeilijke vraag. Lekker eten. Chic restaurant. 2 of 3 oktober? 2 oktober. En nu mag je een paar keuzes even uitleggen. Ik koos voor de wijken ingaan omdat daar mijn kiezers wonen. En vooral in de buitenwijken zoals De Kooi, Stevenshof, noem maar op, Merenwijk. Daar zitten mijn kiezers. Ik ga naar mijn kiezers toe. Ze hoeven niet naar mij toe te komen. Ja, ik kies voor de coalitie omdat je daar dus het meeste waar kan maken. Maar daar heb je vaak niets over te zeggen. Je komt in de coalitie, want dan willen ze je. Of je komt in de oppositie, dan willen ze je niet. Mijn keuze was 2 oktober. Ik vind 3 oktober zo commercieel geworden de laatste tijd. Iedereen van heel Nederland komt naar Leiden toe om 3 oktober te vinden. En het zijn geen Leidenaars. Vroeger was het een Leidsfeest. 2 oktober, omdat je dan in het stadhuis de erepenning hebt. En op de avond is het hutspot eten en dergelijke. Dat is mijn 3 oktober.